Thuis dacht ik eerst van, ja, wat moet ik ermee? Wat heb ik eraan? Breda Nu. Je weet het meteen. Donita, Siem en Cato kunnen zich vanaf vandaag helden noemen van Breda. Zij kregen van burgemeester Dipla een medaille uitgereikt voor een heldendaad die zij hebben verricht. Wat vindt de gemeente Breda ervan dat kinderen vanaf dit jaar in het zonnetje worden gezet door middel van een medaille en ja, de benaming held? Kinderen worden zo vaak vergeten, terwijl zij zo belangrijke dingen bijdragen om het leven mooier te maken en ook voor andere mensen zorgen. Ze hebben vaak niet een hele lange carrière al in vrijwilligerswerk, want ze zijn nog jong. Maar op deze manier kunnen we ze toch in het zonnetje zetten en daar gewoon aandacht aan besteden. Siem, kun je vertellen wat voor heldendaad jij hebt verricht? Vrijwilligerswerk op kinderboerderij Wolfsdraag. En kan je iets meer vertellen over wat dat inhoudt? Ja, gewoon dieren verzorgen en stallen schoonmaken en dieren eten geven en voor alles en nog wat doen om de dieren goed te verzorgen. Kun je vertellen waarom jij vandaag een medaille hebt gehad? Ik heb een oproep geplaatst voor mijn moeder op Facebook, omdat die had een nieuwe knie nodig en daarvoor heb ik een oproep geplaatst. En hoe gaat het nu met je moeder? Het gaat nu wel een stuk beter. Heeft een nier ook gekregen? Ja. Ik help mensen en dieren om ik hoop dat dieren minder worden met uitsterven bedreigd, want de vissen eten het plastic op en dan eten wij die vissen weer op en kunnen we zelf plastic binnenkrijgen en daar kunnen we ook doodgaan. Dus eigenlijk is het niet zo goed als je plastic weggooit, want dan vind je je eigen plastic weer terug op je bord. Hoe ben je nou daarin gerold? Is dat vanuit jou gekomen of kun je daar iets over vertellen? Nou, ik ben een dierenliefhebber. Ik hou van dieren. Ik heb zelfs ook dieren, zelf thuis. Dus ik vind het gewoon leuk om met dieren te werken. Daar hou ik van. En wat vind je er nou van dat jij op zo'n speciale dag in het zonnetje wordt gezet en dat je een medaille krijgt? Wat vind je daarvan? Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk om zoiets te krijgen. Thuis dacht ik eerst van, ja, wat moet ik ermee? Wat heb ik eraan? Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, het is toch leuk om zo'n ding te hebben. Ik heb nog nooit zo'n ding gehad en ik doe het al 12 jaar. Dus dan komt dat wel goed. En u bent lid van de jury. Kunt u vertellen wat uw rol is geweest en hoe het proces is gegaan tot de dag aan vandaag? Nou, we hebben ergens 2 weken geleden bij elkaar gezeten om uit alle aanmeldingen de winnaars te kiezen. En dan hebben juryleden uit verschillende gebieden, onderwijs, sport, uit het welzijn gebeuren. En toen hebben we met elkaar gekeken of ze aan de criteria voldeden om een lintje te kunnen krijgen. En daar uiteindelijk zijn deze 3 winnaars gekomen. En wat vind je nou van dat jij vandaag in het zonnetje wordt gezet met een medaille? Ik vind het leuk en dat is. Ik vind het ook fijn, want daar is er meer aandacht voor het project. Dus ik vind het wel oké. Er zijn vandaag 3 kinderen in het zonnetje gezet. Welke van de 3 verhalen heeft nou het meeste indruk op jezelf gemaakt? Het is een beetje flauw om te zeggen, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg mooi dat het juist 3 hele verschillende verhalen zijn. Omdat het niet 1 manier is van hoe kinderen als held zich kunnen profileren en neer kunnen zetten. Het zijn echt alle 3 hele mooie verhalen. De 1 echt zeg maar op de toekomst, op duurzaamheid gericht. De ander juist eigenlijk heel aards met gewoon vrijwilligerswerk in de kinderboerderij. Wat iedereen heel erg mooi vindt. En de 3e, wat natuurlijk ook nog een fantastisch verhaal is. Waarin iemand gewoon zich druk maakt om de gezondheid van haar moeder. Hetgeen die waarschijnlijk het meest dierbaar is. En juist helemaal niet egoïstisch aan zichzelf denkt, maar aan de ander. Hoe belangrijk dat is. Dus ik vind juist de 3 verhalen bij elkaar heel erg mooi. Breda Nu. Je weet het meteen.